De fysieke en mentale bescherming van de vrouw is een essentieel mensenrecht. Dit was de rode draad tijdens de tweede editie van de Women's Safety Summit in verband met World Orange Day, met als thema Beyond the Impact, Men as Essential Partners in Mitigating Domestic Violence. World Orange Day, gevierd op 25 november, staat wereldwijd symbool voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld en markeert het begin van de campaign 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Karel Breeveld, voorzitter van Stichting Mang Meet Mang, zegt dat het belangrijk is om jongens vanaf de opvoeding met hun emoties te leren omgaan. Dit zal ook resulteren in de bescherming van vrouwen. Want dan krijg je een balans in jouw functioneren als man. Je bent in staat om dat wat jou stoort, wat jou hindert, onder woorden te brengen. En dat zijn we op het vlak van communicatie. Want als je niet in staat bent om goed te communiceren, dan is één van de gevolgen, kan zijn, huiselijk geweld. Want je vult aan wat je niet onder woorden kan brengen, hè, door geweld te gebruiken, om je punt te maken. En dat is iets wat ze natuurlijk 100% afkeuren. Nu is het zo dat natuurlijk er een goed verschil is tussen mannen en vrouwen. Mensen willen dat eventjes wegpoetsen en zeggen, ah, er is helemaal geen verschil hoor, mannen en vrouwen, gelijk me blij dat vanmorgen ook dat gezegd is geworden. Mannen zijn, weet je, hebben meer volume, etcetera, etcetera. Vrouwen anders. We zien dat ook als je kijkt naar de marathon of naar 100 meter snel lopen en al die soort van zaken, dan merk je gewoon dat mannen anders zijn gebouwd dan vrouwen. Niet beter, niet minder of meer, maar anders. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zei dat de cijfers van geweld tegen vrouwen schrikbarend hoog zijn. Het is zaak om dit aan te pakken zonder politieke voorkeur of aanziens des persoons. Dat dit een issue is die heel serieus is. En ongeacht wie het land heeft geregeerd of niet, we moeten ons doodschamen. Want als 50.000 vrouwen en meisjes pijn hebben moeten lijden, dan geeft het toch wel iets aan dat er iets behoorlijk mis is in onze samenleving. En ja, we gaan moeten onderzoeken wat de root causes zijn, dokter Teborg. We gaan ze moeten onderzoeken en we gaan met gepaste oplossingen moeten komen. Want het moet stoppen. Ik ben vader, ik heb ook een dochter. En als ze me zou zeggen van pa, die heeft me geslagen. Dan weet ik van, ik ben ook een onderdeel geweest van het probleem. Omdat ik misschien niet naar man met man ben gegaan. Of elders. En heb gezegd dat we geweld tegen vrouwen en meisjes moeten stoppen. Want het is ernstig. Het is heel ernstig. Weet u hoeveel productieve uren verloren gaan omdat vrouwen bont en blauw zijn geslagen? Weet u wat voor impact het heeft op de kinderen? In de komende periode zullen nog meer van dergelijke activiteiten worden georganiseerd om de preventie beter op gang te brengen.